Yo mensen op mijn kanaal, mijn naam is Finn en welkom terug bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer eens een keer een nieuwe horrorgame spelen. Dit is Afarence. En dit spel heb ik gevonden op het internet en je kan het heel erg vergelijken met P.T. Dus, ik denk dat de meeste van jullie dat wel kennen, dat horrorspelletje telkens door dezelfde kamer loopt en zo, en dat het steeds enner wordt. Ja, je kan het een beetje mee vergelijken. Ik weet niet of het echt precies hetzelfde is. We gaan gewoon op play drukken. Play. En we beginnen gelijk in het spel. Oké, what the fuck? Oh. Oké. Speelt zich af in de jaren. I wander the halls of this place as if in search of something. Oh shit. Something unattainable. Something beyond my grasp, yet my wanderings always take me back to the same place. Okay. It's as if the mask draws me to it in the night, beckoning me. Sometimes I awake to find myself standing before it. Is die deur op slot. It holds for me some dark fascination that I can't explain zo, yet. Mij I'm unable vast. To resist. Okay. Leuk verhaal, maar wat moeten we hier nou doen? We zijn in een of ander museum of zo, denk ik. Nou, is deze deur dan open? Waarom is er geen enkele deur open? Wat is dit nou hier? Een kandelaar, waar we niks mee kunnen. Waarom is geen enkele deur open? Wat is dit nou weer? Oh, deze gaat nu ineens wel open. Oké. Okay. We gaan naar binnen. Oh, what the fuck? It's on the news. The ocean liner SS Numidian, a vessel of the White Star Line, has sunk with the loss of some 112 passengers and crew. Mysteriously, no mayday or calls for assistance were received. Only last year, the wide-renowned explorer Edward Armitage was lost at sea on the same ship. The couple were returning from a 12-week exploration of the Ashanti Kingdom of Africa. Godzame, waarom zijn al die deuren nou weer op slot? Tragic loss are still unknown, God. But she is thought to have fallen from the vessel during extreme weather conditions. Weer lekker voorbereid. Lord Armitage disappeared from public view and now lives the life of a recluse. Deze dan open? Nope. Dan gaan we naar boven. Disaster is a fresh blow to the White Star Line after. Die is op slot. Ga eerst hier wel heen. Op slot. Wat fuck is dit dan, joh? Waarom zijn al die deuren op slot, joh? God, echt. Momentje, mensen. Dit is een beetje irritant, zo. We kunnen weer verder. Op slot natuurlijk. Nou, dan gaan we hier naar links. Hier moet toch al eentje open zijn. Ah, die is open. Die is op slot. Die is ook op slot. Dan gaan we hierheen. Dan hebben we hier een fles. Prachtig. Weer een kandelaar. Die we niet mee kunnen nemen. Godver... Echt mensen, ik ben echt gewoon aan het kutten met mijn muis. Omdat hij het gewoon niet mee wil nemen. Oké. Okay. We hebben hier wel weer een kist. Met niks erin. Godverdomme, is echt irritant die muis. Oké, okay, we hebben hier een kamer. Maar er is dus gewoon weer helemaal niks. Dan halen we er weer uit. Wait a minute. Ja. Leuk zo'n hoorspel. Hé, hey, waarom gaat die deur nou weer uit zichzelf? Ja? Oké, okay, kan ook niet open. We hebben hier foto's. Hoor ik nou een kat? Waar we hier in het begin niet? Oh no. Oké. En we zijn weer hier. Wow, 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 wow. Doe normaal. Een fucking tyfusmuis. Wacht even, mensen, ik ben zo weer terug. Ik ga even mijn muis vliegen. En mensen, daar ben ik weer. Natuurlijk kunnen we hier weer niet in. Ook op slot. We kunnen ook niet sprinten ofzo. We kunnen gewoon normaal lopen. Maar ja, we zitten dus weer in een loop. Dat is ook in PT. Ik heb die game nooit gespeeld. Ik herken het wel, want ik heb veel op YouTube gekeken van heel veel YouTube. En dan wordt er op de deur gepompt.
Bonk, bonk. Oké. Okay. Op slot. Op slot. En deze er weer open. Fuck. What the fuck, joh, is dit dan, joh? Oh, oh, die boeken beginnen helemaal te trippen, joh. Oh, god. Weer een artikel. It had been almost accident a year since at sea. Night, since I lost my Emily to the darkness of that heartless sea. Her face haunts me in my dreams, and my waking hours bring me little respite from her absence. Sometimes I fancy I hear her voice in the dead of night calling to me. Okay. A cruel trick of the wind, and of my continued isolation in this place. Maar is het gewoon die deur niet een kat? Klinkt wel als een kat, maar het is gewoon niet oké. Maar die kan, daar kunnen we dus helemaal niks. We hebben hier ook een deur. En die is op slot. Dan gaan we hier weer heen en dan gaan we naar de volgende. Oké, okay, we are back. Natuurlijk is die op slot. Die is ook op slot. We gaan gewoon alle deuren weer proberen, jongens. Er komt vast wel een moment dat een van die deuren gewoon open gaat. Je weet maar nooit. We gaan weer lekker naar boven. Wow, wow. Hallo? Naar jou gaan we niet. Oh boy. Tuurlijk zijn die gespot. Hallo, meneer? I am not alone. Oké, okay, doei. I used to think that perhaps it was a ghost. Oh, I wish it was so, but I know now the truth of it. It is something far more sinister. Something I brought upon myself. Upon both of us. Okay, nu komt hij wel ineens in één keer. There can be no escape. I feel it reaching for me out of the darkness. Oh, what the fuck? I fear yo, that one day it will take me someplace from which I may never return. Is dat een kapstok of zo? Ik weet niet wat het is, joh. Is deze niet open? Nee, tuurlijk niet. Oh. Oh boy. Wat moeten we nou doen? Niks gaat open. Oh god, die bultjes zijn ook gewoon op de grond gemieterd, joh. Wat hebben we hier dan? Gewoon niks. Oké, mensen, daar ben ik weer. Godverdomme, echt. Ik word ook gewoon hier gewoon uit. Dit is de K-statue. Het lijkt me toch eerder een Hydra, maar het zal. En dat ding, dat is de Hydra. Die daar staat goed. Hier, nu gaat die open. Nou, top. Echt man, wat een kutpuzzel was dit, zeg. What the fuck? Mag ik die hoe heet het mee? Die mag ik meenemen? Oké, okay. We hebben heel veel licht. Oké, okay. Licht blijft daar. Natuurlijk zijn al die deuren weer dicht. Licht, jij gaat met mij mee. Dan voel ik me veiliger. Ik weet niet eens waarom ik al die deuren voel. Wat de... Oké. Die moet een beetje wild daar. Oké, okay. Mazzel, ik ga wel gewoon weer hierheen. Ja, hallo? What the fuck? Dat was niet leuk. Oké, okay, die is nog goed, oké. Okay. Oh god, dit is zo niet leuk. Ik wil dat lichtje terug. Kut zo. Oh, wat is die donker ineens. Ja, godverdomme, ga echt de deur weg. Nou, ik ga er echt niet heen. Ik ga wel naar boven. Wow! Doe normaal. Is
die open? Nope, geen enkele deur is natuurlijk weer open. Je hebt het niet open, nou leuk. Dan lopen we gewoon weer lekker door, hè. Ja. Die is dicht, nou, die is dan weer open. Hé, hey, mijn Liggie is er nog. Oké, Liggie, jij gaat met mij mee, want het is echt... kanonnendonker. Waarom kan ik gewoon geen deur open? Nu? Wacht, oh, sleutel. Wow! Doe normaal, fucking lamp, hé. Is nog steeds op dicht. En nu? Ik heb een sleutel, maar... Oh, oké. Oh. Yeah, this was an uncommon beauty. Our love, the truest of any love that has ever been or ever will. Dat is niet mooi neerzetten. Of all my adventures, none had brought me riches of fortune that could compare to the peace and joy I found by her side, yet. I could not save her. We gaan heel mooi neerzetten. Dat is niet mooi neergezet. Voor mij. Oké, nou, weet je, fuck die foto dan maar. Licht, jij gaat weer met mij mee. Jee, yeah, wat is die donker, hé. Oké, okay, licht. Stay awesome. Oh. Hallo? Waarom is het hier zo tyfus donker? Nope. Doei. Ah, oh, kut. Ja, dicht. We gaan daar niet heen. Ik ga echt niet naar die basement, hoor. Ik kom dan toch vanuit op en die bliksem wordt wel een beetje wild. Oh man. Ik denk echt dat we naar de basement moeten. Oh god, ik wil niet naar de basement. Laat me nou niet naar de basement gaan met dat huilende vrouw, ding, geest, wat het ook is. Please, nee, dat is deze. Wow, wow, wow! Doe normaal, fucking lam! Oh, waarom ga ik daarheen, deze toch? Don't guy. Oh mijn god. Hallo? Ik zie helemaal niks. Oh. Wat de fuck gebeurde? Is er iemand aan het stikken? Oké. What the fuck? Oké, we gaan allemaal naar boven. Fantastisch. Oh, wow, wow, what the fuck? What the fuck? Hey, hey. Nope. Mazzel. Oh god. Elke deur. Oh, doe normaal stoel. Oh god. Wat ik. Hé, mijn lampje is hier nog. Precies wat ik hem heb achtergelaten. Kijk, we nemen het lampje van mij. Kom mee, lamp. Oh. En mijn lamp is weg. Ja, maar verdomme. Oh, en toen was alles weer normaal.
de radio. Alles is gewoon weer normaal. Prachtige muziek. We gaan alweer verder. Ja, mijn lamp is ook gewoon weg. Oh, wow, 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 what the hell the fuck. I will rid myself and this world of its curse. Let the cleansing fire eradicate the darkness. I long for its tentacles to retreat from my heart, so that I may see again and remember. Remember her face and the love we shared. Okay, leuk verhaal. Wat moet ik nou doen? Een kampvuurtje. Maar het vuur is het, hè. Hallo. Oh. What the fuck? Consumed in the flames. Then, as I watch it burn, I see her face in its place, screaming for help. Help that I know did not come then and cannot come now. What the heck? And nu? Okay, we kunnen blijkbaar dus gewoon van. Hey, mijn lampje is er weer! Lampje, kom gezellig mee. Oh, wat? Oh, boy. Oh, god. Oh, shit. Oh, god, er komt geen eind aan. What the fuck, ouwe? Ik ga niet eens die deur openen. Ik ga gewoon even de boven. Oh god, die deur is nu open. Oké, we gaan er gewoon heen. Hallo? Oké. I see her eyes. I hold her gaze. Her lips move, but I hear only the sound of darkness and the waves that carry us through the black night. Only a moment earlier, she was begging me to cast the mask into the sea. I deny her and push her from me with such force and mad rage that she is sent backwards and over the railing of the ship, clutching on with slipping hands. I hear her cries now. Please, for help. Edward, help me. Please. And I watch as she slips into the darkness. And I do nothing. All is lost. That's fucked up. Oké, dat was dus een fairwise, jongens. What the fuck, het was wel een interessant hoorspelletje. Het was niet zo goed als P-Team. Maar het was wel aardig in elkaar gezet. Er waren wel wat creepy momenten. Er waren wel wat goede elementen toegevoegd. Maar het was niet echt een super spel. Het was niet zo goed als P-Team, zoals ik al zei. Maar ja, ik vond het wel een aardig hoorspel.
hoop ik voor jullie dat ook. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Laat in de reactie zitten welk overspel ik volgens jou niet ga spelen. En misschien speel ik het wel in de volgende video. Ja, druk op mijn belletje om nog te blijven. Klik hiernaast op een andere video of wat van mij willen zien. Zie ik jullie de volgende keer weer terug, mensen. Of gaat er nog wel wat gebeuren? We wachten nog heel even af. Oké, hallo. Nee, oké, dan is dit het einde van de video. Nogmaals, abonneer op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. Like de video, druk op een belletje. Klik hiernaast op wat anders en dan zie ik jullie de volgende keer weer terug, mensen.